En ik wil jullie allen van harte welkom heten. Heel fijn weer dat jullie in een grote getale tijd hebben genomen om hierbij aanwezig te zijn. Even een hele praktische vraag is of jullie je microfoon willen uitzetten. En als het een beetje en anders doen wij dat voor jullie. Maar dat is goed om te weten dat we je dus uitzetten. Behalve de spreker uiteraard. Nou, ondertussen alweer de zesde, zevende deelexpeditie. En fijn dat jullie er allemaal zijn. Deze deelexpedities organiseren wij samen met het NKB, het Nationaal Kennisplatform Bodemdaling en de STOA, vanuit het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgas en Veenweide. Mijn naam is Poeyeme Jean en ik ben programmamanager van het laatste programma van het NOBV. En elke deelexpeditie staan we stil uiteraard bij het NOBV, maar de laatste deelexpeditie staan we specifiek stil bij een instituut wat onderzoek doet, wat onderdeel is van het onderzoeksconsortium. En vandaag is dat Wageningen Environmental Research. Nou, zoals jullie hebben kunnen lezen, wordt de sessie opgenomen. Als je dat heel vervelend vindt, is het vriendelijke verzoek om het later terug te kijken. En de opname wordt achteraf gedeeld met de deelnemers, maar ook op de website. Vragen, het vriendelijke verzoek, omdat we met een grote groep zijn. We zijn op dit moment met ruim 45 en dat geval, als het goed is, loopt dat nog op. Dus het verzoek om het enigszins gestructureerd te houden om het in de chat te zetten. En wij zullen zoveel mogelijk de vragen uit de chat proberen direct te beantwoorden. Daar waar de tijd voor is. En als het niet lukt, zullen we dat ook schriftelijk in de terugkoppelingen meesturen. Dus dat even een huishoudelijke sfeer. Dan, ik ga er altijd van uit, ik hoop ondertussen dat iedereen weet wat het NOBV is, maar voor de mensen die het nog niet weten, wel goed om even een paar dingen daarover te vertellen. Nou, het klimaatakkoord is denk ik wel bij iedereen bekend. Swaan, heb jij een slide voor mij? Nou, in het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt rondom de uitstoot van broeikasgasemissies en specifiek binnen de klimaattafel landbouw-landgebruik zijn er weer aparte afspraken gemaakt voor het veenweidegebied. Nou, daarvan is vooralsnog vastgelegd dat een reductie van 1,0 megaton CO2-equivalent in 2030 gerealiseerd moet zijn. En waarom dan onderzoek? Want je zou zeggen, nou, 2030 komt zo dichtbij, we moeten nu aan de slag. Dat is ook zo. Maar van niet alle maatregelen weten we welk effect het precies heeft. Dus het kwantificeren van het effect van die maatregelen, dat is een hele belangrijke. Daarvoor onderzoeken wij, nou, hier is een plaatje van hoe het komt dat broeikasgasemissie emitteert. Maar ik denk dat dat voor de meeste mensen ondertussen wel bekend is. Dus daar ga ik snel aan voorbij. En wij onderzoeken binnen het NOBV een drietal type maatregelen. En de eerste zijn de waterinfiltratiesystemen. Nou, die we vooral ook heel dat zijn de onderwaterdrainage, de drukdrainage, bijvoorbeeld bekend. Maar ook experimenten met hogere slootpijlen en bijvoorbeeld greppelinfiltratie. Daarvan kijken we ook wat het effect is op de broeikasgasemissie. En dan kijken we natuurlijk niet alleen maar naar het concrete effect, maar ook hoe zou je het maatregel verder kunnen aanpassen, optimaliseren om effecten te vergroten. Nou, een andere type maatregel die we onderzoeken zijn de natte teelten. Nou, daarvan zijn zijn een aantal listdoddenvelden die we onderzoeken. Organiseren we overigens op 5 oktober een bijeenkomst om daar wat dieper op in te zoomen. Maar ook dat is een maatregel die we onderzoeken. En dan bekijken we niet alleen naar listdodden, maar het komende jaar gaan we kijken naar een aantal andere teelten, zoals veenmos, cranberries en miscanthus. Vooral om te kijken van ja, wat kunnen die teelten dan, wat doen die teelten in de bijdrage of in de reductie van broeikasgasemissies. Een derde type maatregel zijn de bodemaanpassingen. Nou, dat kunnen verschillende dingen zijn, maar een belangrijke die we het komende jaar de moed waard om even te noemen is het inbrengen van klei en veen. Om te kijken of je daarmee ook broeikasgassen kunt reduceren. Nou, dus even in een notendop de type maatregelen waarvanuit het NOBV naar kijken. Dus voor elk van deze maatregelen is ook een factje te vinden op onze website. Dus als je meer de diepte in wil weten wat we daar precies doen en wat we dan meten, kun je dat altijd daar nog op nazoeken. En voel je ook altijd vrij om even een contact met ons op te nemen en een belletje via de mail.
Nou, dat doe ik natuurlijk niet helemaal in mijn eentje, het NOBV. Dat doen we met een heel groot team vanuit de STOA, maar ook vanuit het onderzoeksconsortium. Maar liefst 4 universiteiten en diverse kennisinstellingen zijn erbij betrokken. En vandaag staan we stil bij Wageningen Environmental Research. En dat doen we niet, dat doen we vooral, we laten vooral de onderzoekers aan het woord. We gaan echt de diepte in, zoveel als kan. En we willen hebben hen ook gevraagd om ons mee te nemen in, nou, wat weten we nu eigenlijk op dit moment al rondom het onderdeel wat zij bijdragen aan het onderzoek. En nou, dus we gaan lekker technisch en houdelijk informatie delen. En dat doen we met de volgende onderzoekers. Daar hebben we Rudy Hessel, Harry Masop, Jan van der Akker en Jordi van het Hul. En eigenlijk zou Rob Hendricks hierbij zijn. Nou, voor velen van jullie denk ik wel een bekende naam. Alleen is Rob helaas verhinderd vanwege ziekte. Maar gelukkig hebben we iemand kunnen vinden, Erne Blondeau, die in zijn plaats aan is geschoven en iets zal vertellen over haar PhD rondom, en haar bijdrage aan het onderzoek. Dus die komen zo aan het woord. Wat goed is om te weten is dat wij op diverse locaties meten. En een tweetal locaties heeft de Wender een hele belangrijke rol. Dus is naast het inhoudelijke meetwerk ook locatieverantwoordelijke. En dat is Lange Weide en Zegveld. En in Zegveld doen we verschillende type maatregelen metingen. Dat is enerzijds de waterinfiltratiemaatregelen, maar anderzijds ook de natte tilten. En daar zal Rudy iets over vertellen zo. En wat goed is om te weten is dat op Zegveld ook nog lachgasmetingen worden gedaan. En daar zal Jordi aan het eind van deze ochtend iets meer over vertellen. Tot zover de hele praktische kant en mijn introductie. Dan stel ik voor dat we zo snel mogelijk naar de inhoud gaan en dat ik Rudy het woord geef. Rudy Hessel, onderzoeker bodem, water en landgebruik. Hij zal een spits bijten met een korte introductie over de beide locaties die ik net genoemd heb, Zegveld en Lange Weide. En aansluitend zal Harry Masop, zijn collega, inzoomen op de bodemdaansonderzoeken die de Wenner uitvoert binnen het NOBV, maar ook daarbuiten. Want ik denk dat het goed is om te melden dat bodemdaansonderzoeken al sinds de jaren 60, meen ik, worden uitgevoerd. Met wat kleine stops ertussen. Maar daar zal Harry wat meer op inzoomen. Want dat is heel goed om aan te geven dat die bodemdaansmetingen een belangrijke basis vormen voor het Nationaal Onderzoeksprogramma waar wij nu mee bezig zijn. Rudy, aan jou het woord. Ja, prima. Dankjewel. Goed, ik ben dus Rudy Hessel. Ik coördineer de bijdrage die Wenner levert aan het NOBV. En ik zal vanochtend een hele korte introductie geven over wat wij doen in NOBV. Zoals Primé ook al zei, beheren we een aantal plots. Daar zijn we dus locatiemanager. Dat gaat over 3 plots in Zegveld, ten noorden van Woerden. En 1 plot in Lange Weide, ten zuidwesten van Woerden. En daarnaast leveren we bijdrage aan andere NOBV-sites. Met name op het vlak van bodemkundig onderzoek. Metingen met tensiometers, draininspecties, modellering met het model Swap Animo en grote veenkolommen. En dat laatste horen jullie straks meer over. Ik zal nu over ieder van die sites iets zeggen. Zo, de eerste is Lange Weide. Daar hebben we onderwaterdrainage met een afstand van 6 meter en een streefpeil van min 40 centimeter. Het bijzondere van deze polder is dat hier op grote schaal onderwaterdrainage is toegepast. De genummerde percelen in het kaartje, dat zijn de percelen van de boer waar we mee samenwerken. En de rode lijntjes geven de onderwaterdrainage buizen aan in zijn velden. En zoals jullie kunnen zien aan de afkorting OWD in de andere percelen, is eigenlijk onderwaterdrainage in alle percelen in deze polder aanwezig. In ieder geval in dit deel van de polder. En dat maakt deze polder ook erg geschikt om te meten met een EC-toren. Dat gebeurt door collega's van de BU. Omdat je dan echt de onderwaterdrainage kunt meten en geen bijeffect hebt van andere percelen. Wij zelf beheren een plot. De EC-toren is aangegeven met het blauwe kruisje en de plot met het blauwe rechthoekje. En de plot ligt ten zuidwesten van de EC-toren, zodat hij ook bij de heersende windrichting in de footprint van de EC-toren ligt. En de aanwezigheid van OWD in de hele polder is ook de reden dat deze site gekozen is als een NOBV-site. De veendikte hier is 1,08 meter. En de metingen die we hier gaan doen zijn broeikasgasmetingen, CO2, maar ook andere broeikasgassen. Meteo, bodemvocht, bodembeweging en bodemeigenschappen. En op dit moment is deze site nog in opbouw.
De andere site waar we werken is Zegveld, op de proefboerderij KTC Zegveld. Dat is in het kaartje dit deel. En het loopt nog wat door naar het zuiden. En daar is een aantal jaar geleden is daar een andere boerderij bijgekomen, die hoogwaterboerderij. Daar wordt geëxperimenteerd met hogere slooppijlen en hogere grondwaterniveaus. De veendikte in Zegveld is 1,06 meter met een veraarde bovengrond en plaatselijk een toemaakdek. En hier hebben we 3 plots. We hebben het referentieplot, dat is deze. Ik hoop dat jullie mijn muis kunnen zien. En dan hebben we de drukdrains, dat is deze. En we hebben de hoogwaterplot, dat is deze. En in de drukdrains is het streefpeil min 40 en in de hoogwaterplot is het streefpeil min 20. Dan wil ik nog inzoomen op 4 percelen in Zegveld. De percelen 13, 14, 15 en 16. Dus 16 is de plot of het perceel waar onze plots in liggen. Dat is het groene rechthoekje hier en het blauwe rechthoekje hier. Dit is de referentie en dat is de drukdrains. En er gebeuren ook een heleboel andere dingen in deze percelen. Niet alleen door NLBV-partners, maar ook door andere onderzoekers. 13 en 14, dat zijn de twee linker hier. Daar is een hoogslooppeil van min 20, min 30. En percelen 15 en 16 is een laagslooppeil van rond de min 50, min 55. In 2016 is hier drainage aangelegd. In het noordelijke deel liggen drukdrains. In het midden is de referentie. En in het zuiden liggen gewone onderwaterdrains. En wat wij hier als Wenner meten zijn broeikasgassen. CO2, maar ook N2O. Daar zal Jordi straks meer over vertellen. Dat gebeurt op deze grijze rechthoekjes in alle vier de percelen. En we meten hier ook bodemdaling. En wat niet op het kaartje staat, maar wat vanuit NLBV zijn we in Zegveld ook bezig, of gaan bezig met klei in veen. En we zijn bezig met listolden en ook met olifantsgras. Dus er gebeurt een heleboel in Zegveld en daar hopen we jullie vandaag wat meer over te vertellen. Over een aantal onderdelen. Dat was het van mijn kant. Dankjewel, Rudy. Even een korte vogelvlucht wat op die locaties doen. We hopen zodra ook als het wat beter past, we ook veldbijeenkomsten kunnen organiseren op onze proeflocaties. Dan is, denk ik, er zijn een aantal vragen gesteld, maar die zijn ook al meteen beantwoord. Gelukkig zitten er heel veel onderzoekers van het NOBV in de zaal, in de virtuele zaal. Dus die kunnen jullie ook allemaal helpen. Harry. Ik zie jou niet. Ja. Ja. Jij neemt ons mee in de wereld van de bodemdalingsmetingen. Dat ga ik proberen. Kijk of het gaat. Ik ga het hebben vooral over Zegveld. Zou je hem nog op presentatie delen of op presentatiemodus kunnen zetten? Dat is volgens mij net iets beter zichtbaar. Ik dacht dat hij daarop stond. Ik zie jouw PowerPoint scherm. Beetje. Ja. Ja, nee, helemaal rechts onderin pakt hij niet. Ja, er zit net het schermpje voor. Zoet? Ja, dankjewel. Ja? Okay. Er wordt al circa 50 jaar onderzoek gedaan naar bodemdaling in Zegveld. Daar is natuurlijk ook de naam van Jan van Akker natuurlijk uitvoerig bij betrokken. Hij is al denk ik vanaf eind jaren 80, begin jaren 90 daarbij betrokken. Ik ben er zelf recentelijk bij betrokken voor de dataverzameling al daar. Dat heb ik vooral gedaan met Paul Gerritsen. Ik wil het nu gaan hebben over twee onderdelen eigenlijk. Ik heb het maar even opgesplitst. Enerzijds maaiveldaling en dan rekening houden met een tweetal slootpijlen die gehanteerd worden in Zegveld. En ik wil vervolgens iets vertellen wat gebeurt er dan onder maaiveld met die veenlagen. En daar zijn metingen verricht met behulp van zakplaatjes en ook is er een bemonstering uitgevoerd. Ik stelde net dat in al lang onderzoek wordt gedaan. In 1966 is een proefboerderij van start gegaan op Zegveld. Het linkerplaatje geeft de ligging van de percelen weer. Er zit ook verschil in kleuren. Er werden twee pijlen gehanteerd. Een deel lag op polderpijl, dat zijn de blauwe percelen.
En een deel, daar werd een onderbemaling gehanteerd. Dat zijn de groene percelen. En de rood omkaderde, dat zijn een viertal percelen. Daar wordt het in het kader van NOBV het meeste onderzoek gedaan. Die liet Rudy net ook zien. De percelen zelf die hebben een nummer van 1 tot en met 20. Die staan in de percelen weergegeven. En wat een van de eerste dingen die gedaan is op de proefboerderij in 1966, is een uitvoerige waterpassing van het maaiveld. Alle percelen zijn toen gewaterpast. En dat is herhaald in de jaren 92, 2003 en 2020. Nou, hoe is dat gedaan? Men heeft een vaste lijn uitgezet die ook weer terug te vinden is op latere momenten. Stel dat je het wilt overdoen, dat je op dezelfde plekken terug kan komen. En men heeft ten opzichte van die lijnen, heeft men in de percelen, die in zijn algemeenheid een beetje noord-zuid gericht zijn, en aan weerszijden zijn omgeven door sloten, daar heeft men in eerste instantie op tussen de 2 en 3 meter uit de sloot heeft men een lengterraai uitgezet. En in 66 ook nog een middenraai. En binnen die raaien heeft men om de 25 meter heeft men een waterpaspunt gericht en het maaiveld gewaterpast. In 92 is dat iets anders gedaan. Er is iets meer aan raaien uitgezet. Men heeft naast de raaien op tussen 2 en 3 meter ook nog op 12,5 meter uit de sloot een raai uitgezet. En bij heel brede percelen, en dan moet je denken aan percelen breder dan 30 meter, heeft men ook nog een middenraai uitgezet. Dus voor die percelen krijg je dan een vijftal raaien. Dat levert per perceel zo'n 40 tot 50 punten op. Daarvoor de hoogte is gewaterpast. En hier rechts zien we een voorbeeld voor perceel 16. Die is in het figuurtje rood omkaderd. Daarbij zijn dat is een vrij breed perceel, zo'n 65 meter breed. En daarin liggen dan vijf lengteraaien. Nou, die lengteraaien zijn gemiddeld. En de resultaten zijn hier in deze figuur weergegeven, waarin de x-assie de afstand, verticaal de hoogte. En de bovenste lijn geeft de hoogte in de lengteraaien weer over 1992, middelste over 2003 en de onderste over 2020. En je ziet hier mooi de daling in het perceel over de lengte hier weergegeven. Vanaf 1992 zijn er naast lengteraaien ook een dwarsraaien uitgezet. Dwarsraaien die lopen van sloot naar sloot. En daarbij binnen de dwarsraaien is om de 2 meter het maaiveld gewaterpast. En de afstand tussen de dwarsraaien was steeds 75 meter. En dat betekent vaak dat je per perceel beschikt over 3 tot 4 dwarsraaien. En die meting in de dwarsraai is de eerste keer in 1992, die is herhaald in 2003 en 2020. In de figuur rechts zien we voor perceel 16 zien we de dwarsraaien weergegeven zoals gemeten in 1992. Dat zijn de gestippelde lijnen. En in 2020, dat zijn de doorgetrokken lijnen. En ook hier zie je weer mooi de daling van het maaiveld. En verder zie je dat het een bol perceel is, in het midden hoog, langs de randen laag. Nou, over de metingen in het verleden is al eens een rapportage uitgevoerd. Dat is door Jan Beuving en Jan van Akker gedaan. Dat betreft de periode 1966-1992. De conclusie van het onderzoek was dat er natuurlijk onderscheid tussen de twee polderpijlen twee pijlen die worden gehanteerd. De conclusie was dat in het gebied met polderpijl, wat toen met op 35 centimeter onder maaiveld lag, dat de maaiveld dadelijk zo'n 6,7 mm per jaar was. En in het gebied met onderbemaling, en die onderbemaling die lag ook 70 centimeter met maaiveld, dat de daling daar 15,8 mm per jaar was. In de figuur rechts zie je zeg maar op de x-as de percelen weergegeven. Verticaal zie je de maaiveldaling millimeters per jaar. En de oranje staven geven de maaiveldaling weer per perceel over de periode 66-92. Ook is de maaiveldaling over de periode 92-2020 weergegeven. Dat zijn de groene staafjes. Nou, gemiddeld komt het erop neer dat de maaiveldaling in het gebied met polderpijl wat is minder is geworden. Die was 5,3 mm per jaar. Maar ook de polderpijl lag iets hoger, gemiddeld op zo'n 25 centimeter meer maaiveld. Voor het gebied met diepe ontwatering was de maaiveldaling aanmerkelijk minder, die was 8,1 mm per jaar, maar ook het polderpeil was wat minder diep dan in de periode 66-92, die was zo'n 55 centimeter meer maaiveld.
Verder valt het is natuurlijk figuur goed te zien dat de groene staafjes in zijn algemeenheid lager zijn dan de oranje staafjes. En het verschil is natuurlijk het grootste in een gebied met diepe ontwatering. Dat zijn de percelen 1 tot en met 5 en 15 tot en met 20. Verder valt misschien op perceel 6 dat hij een maaiveldstijging laat zien in de periode 92-2020. En dat heeft te maken dat dit perceel is opgehoogd. Dus bij de proefboerderij is een diepe kelder uitgegraven, er kwam veel grond vrij en dat is over het perceel gebracht. Vandaar dat hij dus maaiveld wat hoger is dan voor 92. En bij perceel 6, dat perceel is ook sterk opgehoogd en een deel kon niet worden bemeten omdat er inmiddels een proef loopt met lisdollers. En perceel 1 is ook niet bemeten omdat daar nu olifantsgras staat. Dus het is een beetje lastig om binnen olifantsgras het maaiveld te waterpassen. Ik zei net al, een mogelijke verklaring voor die afname in de maaiveldaling is dat de pijl minder diep is dan in het verleden. En een andere mogelijke verklaring is dat het ligt misschien aan het klimaat. Als je kijkt naar de jaarlijkse neerslag over de periode 50-80 voor dit gebied, dan zit die onder de 800 mm per jaar. En kijk je naar de periode 91-2020. Dan ligt hij in de buurt van de 900 mm per jaar. Dus een duidelijke stijging van zo'n 100 mm per jaar. Dus ook het klimaat kan een stukje verklaren waarom de maaiveldaling is afgenomen. Nou, die punten die we gewaterpast hebben, die kun je natuurlijk ook vertalen in een ruimtelijk plaatje. Dat zien we hier weergegeven. Je ziet hier denk ik duidelijk uit de kleurverschillen de vakken waar een polderpeil heerst en een vakken met onderbemaling. De ene zijn wat groener, de andere zijn wat bruiner van kleur. Wat ook natuurlijk, omdat we inmiddels beschikken over AHN, kunt u ook, en we weten precies waar de punten liggen die zijn gewaterpast, kun je het ook over de AHN heen leggen. Dat heb ik ook gedaan. En dan zie je dat de waterpassing lagere waarden geeft dan de AHN. Het verschil is in de algemeenheid zit tussen de 5 en 6 centimeter. Nu wil ik iets vertellen over de metingen die we onder maaiveld hebben gedaan. In de jaren 70 zijn er zakplaatjes aangebracht in de ongestoorde veenlaag. Nou, dat zijn zakplaatjes, zijn metalen plaatjes die in de veen worden gedrukt. Op de foto rechtsonder zie je een voorbeeld van zo'n zakplaatje. Twee van die plaatjes die in het veen zijn gedrukt. Om die erin te krijgen, moet je natuurlijk een gat boren. En daardoor zijn die plaatjes inklapbaar gemaakt. Dat zie je in het plaatje boven. Aan de linkerkant zie je de ingeklapte zakplaatjes. Er wordt dan een gat geboord tot een bepaalde diepte. Op die diepte worden de zakplaatjes naar buiten geklapt in de ongestoorde veenlaag. En die kunnen we dan via het pijpje kunnen we de hoogte dan waterpassen. Nou, in begin jaren 70 toen zijn er vaak meerdere zakplaatjes op een locatie aangebracht. Vaak 7. Tussen 20 centimeter en 1,40 meter met maaiveld is om de 20 centimeter een zakplaatje aangebracht. Plaatje, tekening linksboven geeft dat mooi weer. Ook recent zijn zakplaatjes geplaatst op de plekken in de NOBV-plots. We hebben wat minder zakplaatjes geplaatst, maar wel op meer plekken. Dus binnen alle drie plots die daar staan zijn zakplaatjes aangebracht. En die zijn aangebracht met afstanden van 40 centimeter op 40, 80, 120 en 1,60 meter min maaiveld. Nou, die zakplaatjes die worden regelmatig gewaterpast, in elk geval in het voorjaar. In het begin, toen ze aangebracht zijn, werd ze ook nog wel vaker gewaterpast. En in de volgende figuur zien we de resultaten van de waterpassingen van de zakplaatjes op perceel 13. Dat is een perceel waar polderpeil heerst. En hier zie je het verloop van de metingen van de voorjaarsmetingen weergegeven. Bovenste geeft het maaiveld weer en de lijnen daaronder geven de zakplaatjes weer op verschillende diepte. Nou, wat ik volgens gedaan heb is door deze lijnen een regressielijn getrokken en de gemiddelde maaiveldhoogte bepaald in 1980 en in 2020 en daaruit de daling berekend. En dat geeft het volgende plaatje weer. Hier zien we die blauwe lijn. Dat is het resultaat ervan. Dan zien we dus dat
voor perceel 13, blauwe lijn, weergeeft dat, nou ja, dat aan maaiveld, het maaiveld zelf is, wordt ook steeds meer gemeten, dat daar een zakking optreedt van zo'n 4 mm per jaar, is te berekenen. Op het eerste zakplaatje die zit iets hoger op 5 mm per jaar. Kijken we wat dieper, bijvoorbeeld op 80 centimeter, dan is de daling van het zakplaatje al daar zo rond de 3 mm. En op 1,40 meter is die minder dan 1 mm per jaar. Nou, dit was een locatie in een perceel waar een polderpeil wordt gehandhaafd. Kijken we naar een perceel waar een onderbemaling heerst. En dan hebben we perceel 13. Ook daar zijn zakplaatjes beschikbaar over en gegevens over de periode 1981-2008. Die zijn op dezelfde manier verwerkt en dat levert de rode lijn op. En daar zie je in elk geval dat de daling daar een aanmerkelijk groter is. Aan maaiveld zit hij in de orde van 9 tot 10 mm per jaar. Op 80 centimeter is het ongeveer een millimeter of 4 per jaar. En op 1,40 meter is die bijna vergelijkbaar met het zakplaatje. In perceel 13 ook ongeveer of minder dan 1 mm per jaar. Nou, hetzelfde is, ik vertelde net dat ook op perceel 16 zakplaatjes zijn aangebracht. Dat is voorjaar 2020 gedaan. Omdat ik daarvoor metingen van het maaiveld, elk kwartaal metingen doe, heb ik die zakplaatjes ook meegenomen in de meter, bij het meten. En ik beschik daardoor over anderhalf jaar over een zestal metingen van al die zakplaatjes. En wat ik gedaan heb, is gekeken binnen die metingen van wat is nou het moment dat ik het diepste niveau meet voor de zakplaatjes en wanneer het hoogste niveau. En dan blijkt dat augustus 2020 was het moment dat de zakplaatjes op het diepste niveau zich bevonden. En in januari 2021 op het hoogste niveau. Ik heb vervolgens gekeken wat is het verschil in hoogte tussen die twee momenten. En dat staat in dit plaatje weergegeven. Verschillen zijn in centimeters weergegeven. En daar zie je dat het plaatje in de referentie, dus het niet gedraineerde deel van perceel 16, daar zie je dat het maaiveld over die periode, dus tussen augustus 2020 en januari 2021, zo'n 9 à 10 centimeter is gestegen. Kijk je op 80 centimeter, dan is die stijging zo'n 6,5 centimeter. En op 1,60 meter 5,5 centimeter. Kijken we naar de zakplaatjes binnen de plots met onderwaterdrains en drukdrains, dan is het aanmerkelijk minder. En het minste is die voor de plot met drukdrains. Hij staat aan maaiveld in de orde van 4 centimeter. Tussen die twee momenten op 80 centimeter, tussen de 2 en 2,5 centimeter. En op 1,60 meter tussen de 1,5 en 2 centimeter. Nou, bij het aanbrengen van de zakplaatjes in de 70 jaren is ook de bodem bemonsterd. Er zijn monsters genomen, dag van maaiveld tot ongeveer een meter min maaiveld. En in laagjes van 20 centimeter, van 10 centimeter is bepaald wat de bulkdichtheid van het veen was. We hebben natuurlijk in de loop der jaren de zakplaatjes goed gevolgd. We weten dus hoe de lagen zijn gezakt, maar ook hoe de dikte van de lagen is afgenomen. En we hebben ook dit voorjaar nieuwe bemonsteringen uitgevoerd. En dat is op een, tot nu toe op een beperkt aantal plekken gedaan. We hebben daarbij onderscheid gemaakt bij de bemonstering tussen de laag boven grondwaterniveau en beneden grondwaterniveau. Boven grondwaterniveau maken we gebruik van ringen. Dat staat, die staan op een foto hier links onder weergegeven. Ringen hebben een hoogte van 10 centimeter en een diameter van 10 centimeter. En voor de laag van 0 tot 50 centimeter wordt per laagje van 10 centimeter worden 3 ringmonsters genomen en in het lab geanalyseerd. Beneden dus 50 centimeter maken we gebruik van guts, een vrij brede guts. En met die guts bemonsteren we tot 1,20 meter. En op de foto rechts zien we een aantal voorbeelden van één locatie weergegeven. We nemen er meestal nu 5. Hier staan er 3 weergegeven. Je ziet duidelijke verschillen tussen de verschillende plekken. Die, ondanks dat ze dicht bij elkaar liggen, toch behoorlijk kunnen verschillen. Je ziet duidelijk ook de aanwezigheid van stukken hout in het monster.
Nou, hier zijn dus ook per laagje van 10 centimeter monsters genomen en in het lab worden die geanalyseerd. Op dit moment hebben we op 4 plekken in Zegveld op deze manier bemonsterd. Van 2 zijn de resultaten inmiddels bekend en van die andere 2 komen ze zeer binnenkort beschikbaar. En de bedoeling is om nog op 4 plekken dit soort bemonsteringen uit te gaan voeren dit jaar. Dan ben ik nu gekomen aan het eind van mijn verhaal. Ik dank u voor uw aandacht. Harry, ontzettend bedankt voor je verhaal. Ik zie ook wat vragen voorbij komen. Mensen die heel nieuwsgierig zijn naar rapportages. Dat zijn wij ook. En Jan gaf al aan, Jan van de Akker gaf in de chat al aan dat die komt. Maar Jan heeft hopelijk na zijn pensionering iets meer tijd en maakt hier een heel mooi rapportage van. En daarnaast is het denk ik goed om te melden dat de rapportages over het tweede onderzoeksjaar van het NOBV ook binnenkort in het najaar uitkomen. Dus daar zal ook een heel groot deel van dit verhaal in terugkomen. Dan zit ik even naar de vraag te kijken. Eigenlijk zijn alle vragen al beantwoord door je collega's, Harry. Oké. Dus dat dank. Waarvoor dank. En denk ik ook goed om even te zien, hè, dat we dus al heel lang bezig zijn met die bodemdalingsmetingen. Met her en der helaas wat gaten in de metingen. Wat ik heb begrepen is dat simpelweg er toen eigenlijk heel weinig aandacht voor was. En dat er dus ook weinig middelen waren voor metingen. Dus dat is jammer, maar gelukkig is die aandacht er nu wel weer voor terug. Is er wel weer terug. En is het goed om te zien dat we deze data ook heel goed kunnen benutten om het te relateren aan het onderzoek wat we nu doen aan broeikasgasemissie. Dus komt toch nog een vraag binnen, zie ik. Eerst is er bijna geen daling. Het zakplaatje is onder de 1,4 meter van zomer 2020 tot januari 2021. Ik dacht, ik vraag niet helemaal. Margit, kan je die misschien even toelichten? Ja, ik zag eerst dat in de matrix geen daling was op 1,4 meter. En toen werd er daarna een vergelijking van de zomer 2020 tot winter 2021, dat er een stijging was van op diepte van 1,6 meter met 5 centimeter in de waar onderbemaling is. Ik vond dat opmerkelijk. Kwam dat misschien doordat het in de zomer 2020 heel erg droog is geweest of heel diepe grondwaterstand is geweest? Nou, een belangrijk punt, dit plaatje heeft betrekking op voorjaarsmetingen. Dus in het voorjaar herstelt hij zich weer. Mm-hmm. De zomer zakt hij uit, maar in het voorjaar herstelt hij zich weer. En het andere is zijn verschillen die je in een jaarperiode of in een periode binnen een jaar kan meten. Okay. Dus dat is een belangrijk verschil. Dus ja, op de diepte, dat zien we ook in het figuurtje van perceel 13. Als je op 1,20 meter, dat is zeg maar de onderste lijn, dan zie je wel iets daling optreden, maar die is dus relatief gering. Dus maar binnen een jaar kan er wel binnen dat traject wel een behoorlijke daling toch wel optreden. En die kan ook optreden onder de grondwaterstand? Ja. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Rudy voegt nog toe, hè. Er kan in een jaar veel fluctuatie zitten. Ja. Dan stel ik voor dat we naar de volgende spreker gaan. Harry, er staat nog één vraag open in de chat, maar misschien dat je die nog in de chat zou willen beantwoorden. Want gezien de tijd wil ik graag het woord geven aan Jan van de Akker. Tot voor kort senior onderzoeker bodemfysica en mechanica bij de Wenner. Maar volgens mij heb ik me laten vertellen dat dit nog wel even blijft als gastonderzoeker. Dus we zijn gelukkig nog niet van Jan af. Jan gaat ons meer vertellen over de modellering met behulp van Swap Animo binnen het NOBV, maar niet alleen binnen het NOBV, want behalve Jan zal ook Erne Blondeau het verhaal met ons delen. Namelijk, zij is PhD bij bodembiologie en ook betrokken bij het NOBV, maar ook bij een ander groot onderzoeksproject, Living on Soft Soils. Daar zal ik aan het eind nog even kort iets over zeggen. Er wordt een heel mooi congres voor georganiseerd, waar het heel waardevol is om daarbij aanwezig te zijn. Wij werken nauw samen met dat programma. En zij gaan ons iets meer vertellen over de modellering met behulp van Swap Animo en de experimenten met veenkolommen die in dat kader worden gedaan. En dan zien we meteen ook al de eerste slide van Jan. Dus Jan, aan jou het woord. Bedankt voor de introductie, Pimé. Ik zal het hebben over
en voor de modellen. Swappen. Jan, je valt af. Vooral gaan wat er voor wordt gedaan. Je hapert heel erg bij mij. Ik weet niet of het alleen bij mij ligt. Aan mij ligt. Hebben meer mensen? Ja. Ik hoop het niet. Oké. Okay. Het is dus voor, vooral voor de modellen Swap en Animo waar we het deze presentatie over zullen hebben. Ik zal hem presenteren in het eerste gedeelte. Kort introductie feitelijk. En het tweede door Erne Blondo. Rob Herdenhicks was ziek helaas. Dus die kon een deel niet aanleveren. En Monnenweghorst is iemand die dan binnenkort, of tenminste die nu al bezig is om ook aan die kolommen te gaan werken als MSc-student. Ja, hier zie je de twee stukken. Hè? Dus dat is het model en hier wat er voor gaat gebeuren, dat is die kolommen. Swap Animo, ik zal er kort op ingaan. Dit is eigenlijk dit is het swap gedeelte en dat gaat over water en warmte. En die verzorgt dus de hele hydrologie. En dit is eigenlijk de, ja, waar dan ook de afbraak wordt berekend en dergelijke. En die biochemisch ingesteld is. Je moet bedenken dat in dit gedeelte, het swap gedeelte, wordt feitelijk de hele hydrologie wordt beschouwd en berekend. En dat is input voor Animo, zodat daar de chemische processen, et cetera, en de afbraakprocessen aan de hand van die hoeveelheid de zuurstof en of het nog onder of boven water zit, kunnen worden berekend enzovoorts. Als we die swap bekijken, dan zien we dat er enorm veel invloeden zijn op die digitale kolom, als het ware. Dus er is een grondkolom, wordt opgedeeld in stukken. En we zien ontzettend veel invloed van de zijkant. Dat komt uit drains, uit sloten, uit grotere wateren. Verder komt er diepe grondwater nog hier. Een kwel of een wegzijging. En die hebben allemaal een grote invloed op de hydrologie. Op wat er allemaal gebeurt in die grondkolom. Aan de bovenkant hebben we verdamping. We hebben regen, et cetera, et cetera. En uiteraard vooral de afbraak of de onttrekking door wortels van planten. En dit is feitelijk de grootste invloed uiteindelijk. En de meest dynamische. En die bepaalt ook voor een groot gedeelte wat er bovenin gebeurt. En wat er dus ook aan grondwaterstand, wat er zakt. En hoe droog het bovenin wordt vooral. En die geeft dus heel veel de zuurstofhuishouding als het ware. Hè, want waar geen water zit, daar zit lucht. Oftewel, daar kan zuurstof. Dan ga ik over op het volgende plaatje. Ja, wat zijn eigenlijk de doelstellingen? Van het onderzoek in het kader vooral van het NOBV. Ten eerste gaat het heel sterk om de analyse en evaluatie van de metingen aan de locaties. Kijk, die locaties die zijn vrij ingewikkeld. Zelfs in een aantal gevallen zeer ingewikkeld. Om daar goed te bekijken waar eigenlijk de processen vandaan komen. Waar de grootste invloeden zitten. Wat doet nou zo'n onderwaterdrain? Wat doet nog zo'n sloot? Enzovoorts. Ja, dan moet je eigenlijk ook kunnen analyseren. En dat kun je goed doen met zo'n model. Omdat je eigenlijk al die processen en invloeden goed kunt bekijken. En eventueel uit kunt schakelen en kijken wat dat doet, et cetera. Dat zijn dus gewoon die modelberekeningen. En er moeten ook bepaalde zaken uitkomen. Die CO2... Ja, dat is iets wat je dan zou kunnen vergelijken weer met de gemeten waardes. Geef je ook een indruk of bepaalde zaken ook kloppen. Of het ook zo is als je denkt dat het is. N2O en CA4 kunnen ook met Animo worden berekend. Maar dat is nog niet een module in Animo die al helemaal gereed is eigenlijk. En daar moet nog wat aan gespijkerd worden. Het geldt trouwens ook wel voor de CO2-module. Dus daar zal ook aan moeten worden verbeterd. Scenario-berekeningen zijn natuurlijk heel belangrijk wat je kunt doen. Hè? Stel je voor, je hebt in het veld
drainafstanden van 6 meter heb je aangemeten. Maar goed, nou wil je ook wel weten wat die doet op 4 meter. En wat er gebeurt als jij slootpijlen verandert. Hè, van 20 naar 30 of naar 60 centimeter, et cetera. Of je gaat de grondwaterstand reguleren met drukdrains. Wil je ook graag weten wat doet dat eigenlijk. Hetzelfde kun je zeggen voor de kleidikte. Hè. Die kleidiktes die kunnen natuurlijk variëren van 10 centimeter bij wijze van spreken tot 20 tot 40. En als het 50 is, ja, dan is het feitelijk geen veengrond meer officieel. Maar ja, er gebeurt natuurlijk nog wel wat. Je kunt ook allerlei standaardprofielen doorrekenen, zodat je een indruk krijgt wat er eigenlijk zo'n beetje in Nederland gebeurt, als het ware. En wederom, analyse van de processen en het aanbrengen van swap en animo is in NOBV dus een van de belangrijke zaken die wij graag zien. Uiteraard zijn er ook nog wat er eigenlijk altijd al met swap en animo wordt berekend, namelijk het effect op de waterkwantiteit. Dingen als hoe gaat jouw slootpijl op en neer, nou je wel drains hebt of geen drains. Wat doet het met de waterkwaliteit? Ook worden de berekeningen nu ook al gemaakt voor bedrijfsmodellen. Wat is de draagkracht? Wat zijn de opbrengsten? Wat zou je dingen kunnen combineren van onderwaterdrains en greppelinfiltratie, et cetera. Daar is onlangs een rapport ook over verschenen. En uiteraard de scenarioberekening op klimaat. Natte jaren, droge jaren. Je kunt ook terug dus naar 1970 en dergelijke. Die modelverbetering. Daar hoort bij ook een analyse op kleinere schaal. Alleen met veldmetingen red je het niet, omdat het zo een ingewikkeld complex geheel is. He, al die invloeden van wel of geen drains, et cetera, en wel of geen kwel of wegzijging. Dus je gaat kijken naar kleinere monsters, zoals je bijvoorbeeld hier ziet. En heel belangrijk is het krimp-zwelgedrag. En dan duid ik vooral op dat kwel, op dat zwel. Want daar is eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan. En het is wel heel essentieel nu we zo willen inzoomen op zaken als luchthuishouding. Kan er lucht in de grond? Die krimpscheuren, dit is een krimpscheur op ongeveer 20 centimeter diepte in een kleigrond. Ja, dat is dus eigenlijk een snelweg voor de zuurstof richting veen. En dan wil je wel weten wanneer die weer dichtgezwollen is. Dan kun je niet zomaar de krimpcurve kun je niet gebruiken voor de zwelcurve. En dat daar een verschil tussen zit, dat heet hysterese. Datzelfde heb je voor de hydraulische karakteristieken, hè, zoals de vocht versus vochtspanning. Afhankelijk van de veenafbraak moeten we nog beter de hand opleggen. De afhankelijkheid van de veenafbraak van vochtgehalte en zuurstofgehalte moeten we beter in de hand hebben. En uiteindelijk kom ik dan ook op het onderzoek waar Ernest zo meteen het een en ander zal. Wij willen ook graag, of we zijn bezig met het experimenteren aan kolommen. En een kolom stook in het veld, zodat je al die externe invloeden zoals daar zijn van buiten, die wat doen drains, wat doen sloten, et cetera, en wat is de wegzijging, dat je die helemaal in de hand hebt, en dat je kunt concentreren op wat er in die grondkolom gebeurt. Nou, en dan geef ik nou het woord over aan Erne. Okay. Dankjewel Jan voor die introductie. Ik ben dus Erne Blondeau, promovenda aan de Wageningen Universiteit. En ik zal in vervolg op Jan's presentatie wat meer vertellen over die metingen van de broeikasgasemissies en krimp aan onverstoorde veenkolommen. En ik zal straks een introductie geven van mezelf voor een stukje context. En dan heel kort mijn doelstellingen bespreken. Dan wat langer ingaan op het experiment en wat foto's ervan laten zien. En kort wat verwachte uitkomsten bespreken en een conclusie aan de presentatie draaien vandaag. Ik ben dus een jaar geleden, september 2020, begonnen met mijn promotieonderzoek
bij de vakgroep Bodembiologie in Wageningen. En ik word begeleid door Jan-Willem van Groenigen van de Bodembiologie. En dan van Wenner, Gerard Veldhof, Jan van der Akker en Rob Hendricks. En inderdaad, mijn onderzoek maakt deel uit van het NWA-onderzoeksprogramma Living on Soft Soils. En dit is een onderzoeksprogramma naar bodemdaling in Nederland. Erg breed onderzoeksprogramma. En het richt zich eigenlijk op vier punten. Dus er is het monitoren van de zich volstrekkende bodemdaling. Dan wordt er ten tweede ingegaan op de mechanismen achter bodemdaling en broeikasgasemissies die gepaard gaan met veenafbraak. Er wordt onderzocht naar de kosten en baten van verschillende beleidsstrategieën. En de daadwerkelijke toepassing en juridische details van die beleidsstrategie worden ook onderzocht in het programma. En ik werk dus mee aan dat tweede onderdeel van het onderzoek aan de mechanismen van bodemdaling en in mijn geval ook met name dus broeikasgasemissies. En er is dus een nauwe samenwerking inderdaad met NOBV. Heel erg in het kort. Het doel van mijn promotieonderzoek is een beter begrip krijgen van de invloed van grondwaterstand in veenweidebodem op veenafbraak en de daarmee gepaardgaande broeikasgasemissies en op de krimp van veen. En dus om dit te modelleren in Swap Animo, een verbeterde versie van Swap Animo. En dus daarom gaan we gedetailleerd onderzoek doen aan onverstoorde veenmonsters in een gecontroleerde omgeving, zoals Jan zojuist ook benadrukte. En die metingen gaan we natuurlijk gebruiken voor kalibratie en modelberekening in Swap Animo. En nog eens als context van mijn doelstellingen ten behoeve van LOS en ten behoeve van NOBV. Mijn plaats binnen LOS is dus dat mijn uitkomsten samen met de andere uitkomsten aan onderzoek naar de mechanismen naar bodemdaling, die andere IO's die onderzoeken microbiële processen, kruipmechanismen en krimp in klei, terwijl ik me op veen richt. En al die mechanismen worden samengevoegd in een model voor bodemdaling en broeikasgasemissies in veen en klei in Nederland. En die modeluitkomsten worden dan ook weer geïntegreerd in modellen voor voorspelling van bodemdaling en ook kosten-batenanalyses. Dus dat is allemaal binnen LOS. En binnen NOBV heeft mijn onderzoek eigenlijk de plaats van een gedetailleerd labonderzoek aan onverstoorde bodemmonsters. Eigenlijk dus naast al het veldonderzoek wat bestaat en labonderzoek aan verstoorde bodemmonsters. En natuurlijk de verbetering van Swap Animo. Dus dan wilde ik wat ingaan op het experiment. En ik wilde ook wat foto's laten zien van het bemonsteren van die kolommen, omdat het best wel interessant is en niet zo vaak op die manier gebeurt volgens mij. Hier zie je op de foto rechts een kolom die zojuist is opgetild. En hij heeft dus de bodemkolom zelf heeft aan afmetingen ongeveer 105 centimeter diepte of lengte, zoals je wilt. En een diameter van 24 centimeter. En we hebben dus op drie locaties bemonsters, drie NOBV locaties. En per locatie dan gaan we drie replica's onderzoeken van kolommen waar gras en wortels van verwijderd zijn. Maar we gaan ook één kolom per locatie onderzoeken waar het gras er opgelaten is. Om inderdaad die grote invloed van gras en wortels op mineralisatie en op waterhuishouding ook te kunnen onderzoeken. En dan nog als extra is er ook op elke locatie één kortere kolom gestoken van ongeveer 30 centimeter lengte en dezelfde diameter. En die is helemaal in gereduceerd veen gestoken. Dus dat was zo'n 80 centimeter diepte tot zo'n 110 centimeter diepte. Om wat meer in te kunnen gaan op rijpingsprocessen aan gereduceerd veen. Goed om te melden. Deze zijn dus allemaal gestoken op maatregelen, percelen op de NOBV-locaties van Zegveld, Vlist en Aldeborn. En we hebben ze echt vlak naast
het NOBV-plot op die maatregelen percelen gestoken. Dus ja, ten behoeve van zo goed mogelijk vergelijking met andere metingen in dat plot, ondanks heterogeniteit in de bodem, die we toch ook al in een heel kleine oppervlakte al konden zien. Maar goed, ik zal nog even kort ingaan op hoe we ze dus hebben gestoken. Waar nodig bij die kolommen zonder zoden is eerst een stuk gras verwijderd van de bodem. En dan hebben we een beetje een soort van de cirkel uitgesneden waar de kolom ingeduwd moest worden. En dat induwen gebeurde met behulp van de machine. Dus eigenlijk wat voorhanden was, wat de boer had staan. Een voorloader of een graafmachine. Ik ken zelf ook het verschil eigenlijk niet tussen al die dingen. Maar en wat we hebben gedaan om te voorkomen dat tijdens het duwen van die buis de bodem in het klei en het veen echt ging samendrukken, hebben we gezorgd dat in dat met lucht gevulde gedeelte van de buis een onderdruk aangehouden werd. Telkens wanneer er geduwd werd op de buis naar beneden. En dat werkte eigenlijk best wel goed. Dus dat deden we gewoon middels een pomp. En die onderdruk hielden we steeds op zo'n 0,2 tot 0,6 bar eigenlijk. En dat ging meestal best wel goed. En hier zie je de buizen in de grond geduwd. Er is ook nog één reservekolom gestoken, maar de financiële middelen staan niet toe om echt aan 4 replica's zonder zoden te meten. Dus die reservekolom was er alleen voor noodgevallen. En vervolgens zijn ze eigenlijk gewoon uitgegraven, gedeeltelijk machinaal, gedeeltelijk met de hand. We zijn in het veld, zijn Rob Hendricks en ik heel erg geholpen door Paul en Frank Gerritsen van Wageningen Environmental Research. En dit is het uitgraven van de kolommen in Zegveld. En hier op de foto in Aldeborn. Je ziet hier ook mooi het profiel van een dikke kleilaag en daaronder donker veenmosveen. En nu staan de kolommen eigenlijk in een klimaatkamer in Wageningen bij 16 graden en 70% luchtvochtigheid. En het experiment is nog niet begonnen, want we zijn ze nog aan het inrichten. Maar de grote variabele zal eigenlijk het veranderen van de grondwaterstand zijn. Door onder in de bodemkolom eigenlijk stapsgewijs de drukhoogte aan te passen. En op die manier willen we verschillende verdroging, vernattingscycli toepassen op de kolommen. En dan gedurende die cycli verschillende parameters te monitoren aan de kolommen. Op verschillende dieptes willen we vochtgehalte monitoren, drukhoogte. Met behulp van Rison's porivocht onttrekken om dan nutriënten te analyseren in het bodemvocht. We willen porilucht onttrekken, met name voor zuurstofconcentraties. Maar misschien dat later we nog besluiten tot analyseren van ook broeikasgassen. Concentraties op verschillende dieptes, dat zou ook ontzettend interessant zijn. En krimp op verschillende dieptes gaan we ook meten door eigenlijk markers in het veen te steken. Die je dan kan volgen dankzij die doorzichtige buizen. Dan kan je zien waar die markers zich op verschillende momenten bevinden. En aan de oppervlakte gaan we broeikasgasemissies meten, gewoon met een closed chamber methode, zoals ook in het veld. En natuurlijk krimp. Gewoon de maaiveldhoogte bijhouden. Daarnaast hebben we op verschillende dieptes, op verschillende lagen, ook kleinere onverstoorde monsters gestoken. Gewoon in PF-ringen eigenlijk. En daaraan ga ik nog onder aerobe omstandigheden CO2 en lachgasemissies meten. Maar wel onder grote variatie aan vochtgehaltes. Waaronder ook zeer droge omstandigheden. En daarnaast ook ga ik ook de invloed van temperatuur onderzoeken op die emissies uit deze ringen. En natuurlijk na afloop ook gewoon PF-curven opstellen daarvan. Want die vochtgehaltes die worden ingesteld via vochtspanningen, via een zandbak. Dus op die manier hoop ik nog een beter idee te krijgen van afbraak op verschillende dieptes, verschillende
lage veen in verschillende maten van degradatie al eigenlijk. Ik hoop bij een volgende presentatie natuurlijk wat daadwerkelijke resultaten te kunnen presenteren. Maar ik zal nu kort bespreken wat ik hoop, waarvan ik hoop dat het hier uitkomt. En dat is dus een verbeterd begrip in die afbraakprocessen. De invloed van vochtgehalte, waaronder ook belangrijk het effect van droogtestress. En uiteindelijk een volledige broeikasgasbalans uit die kolommen-experimenten. En een verbeterd begrip van de bodemeigenschappen, dus hydraulische karakteristieken van verschillende lagen, ook wanneer ze niet geïsoleerd zijn uit de bodem, maar wanneer ze gewoon zich bevinden tussen de bovenliggende en onderliggende lagen. En hysterese in krimp en zwel en vocht versus vochtspanning. Dus daarover later meer hopelijk. Dus in conclusie, ik doe onderzoek aan de bodem van 3 NOBV-locaties, Zegveld, Vlist en Aldeborn. Het omvat onverstoorde grote bodemkolommen die we gaan blootstellen aan verschillende verdroging-vernattingscycli, waarin we dan de effecten daarvan op de broeikasgasemissies, bodemchemie, hydraulische karakteristieken en krimpzwel en de hysterese in die laatste twee gaan onderzoeken. En in meer detail ook ingaand op onverstoorde ringmonsters afkomstig uit de verschillende lagen. En de effecten van vochtgehalte en temperatuur op CO2 en lachgasemissies. En uiteindelijk leidt het natuurlijk allemaal tot verbetering van swap animo. En hopelijk gedetailleerde scenario studies in swap animo. Dus bedankt voor jullie aandacht. Dit was mijn presentatie. Dankjewel, Erne. Heel leuk om te zien hoe je vordert. Wij zagen jou al eerste presentatie geven in juni volgens mij. Nu een stapje verder. Misschien is het goed om te melden dat Erne nog niet zo... Je bent dit jaar begonnen, hè, Erne? Ja, vorig jaar september, dus een jaar geleden. Ja. Dus nog maar op een kwart van het onderzoek eigenlijk. Hè. Dus er is nog veel uit te zoeken. Er zijn een paar vragen binnengekomen. Ik zag dat Jan ze al druk beantwoorden. Dus even kijken of er nog een vraag tussen zit die nog niet beantwoord is. Hans vraagt, wat zijn rhizons? Rhizons? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ja, dat zijn bemonstering. Dat zijn, zo worden ze genoemd. Dat zijn eigenlijk kleine bemonstering cups voor bodemvocht. Ze lijken uiterlijk best wel op tensiometers. Maar het is dus voor het bemonsteren van bodemvocht. Ja, Jan geeft daar nu antwoord op. Dunne, doorlaatbare buisjeslangetjes. Yes. Waar je een onderdruk op zet om zo water te optrekken. Ja. Dan vraagt Margit ook nog iets. Hoe maak je de ringmonsters droog? Op een zandbak. Hoe noem je dat? Dus vochtspanningen instellen. Hydrostatisch. Ga je dan voorbij PF2? Ja, tot PF2 ongeveer en daarna nog verder verdampen. Ja. Oké. Okay. Ja. Hier wordt gevraagd, die is nog niet beantwoord. Kun je irreversibele krimp wel onderscheiden van afbraak? Lijkt mij een lastige vraag om te beantwoorden. Ik weet niet of het... Kun je daar iets over zeggen? Jan misschien? Ja, dat is wel een probleem. Je gaat er wel een beetje vanuit dat die irreversibele krimp, dat die na honderden cycli, zeg maar, in het veld, van droog, nat, droog, nat, droog, nat, dat die eigenlijk steeds minder wordt. Dus dat het steeds meer een irreversibel deel wordt. Dat zal niet gelden voor iets wat je dus veel dieper neemt, of zeg maar op een halve meter, als je daar een monster neemt en je gaat die voor het eerst van zijn leven als het ware drogen tot een vochtspanning van min 3 of zo, ja, dat zal dan niet lukken, maar dat zal niet goed gaan. Maar voor het gedeelte wat eigenlijk altijd
bovenin zit en altijd al droog wordt, dan zal dat zeker wel het geval zijn. En daar zal dus vooral die afbraak zijn. En je moet ook rekenen dat bodemdaling is eigenlijk een soort samenwerking tussen de afbraak van het materiaal en krimp. Want door die krimp wordt een hele grote kracht uitgeoefend op dat verzwakte materiaal door de afbraak. En dan stort je weer een stukje verder in. Dus dat is het is eigenlijk een beetje door elkaar ook. Dankjewel Jan. Ik zie dat er nog meer vragen binnenkomen, maar ik parkeer ze heel even. En die zullen wij schriftelijk beantwoorden. Want ik zou het heel jammer vinden als we het verhaal van Jordi niet in zijn volledigheid kunnen aanhoren. Dankjewel Erne. Misschien is het ook goed om te melden dat Erne, ik vermoed in elk geval dat je op 5 november bij het LOS symposium ook een verhaal zou houden. Dan is ook iets meer tijd voor de individuele onderzoeken van de PhD's. Dus mocht je nog veel meer willen weten over het onderzoek van Erne en wat er verder binnen het LOS gebeurt, Living on Soft Soils, dan verwijs ik je graag naar het congres op 5 november. Ik zal op het eind nog even laten zien hoe je het beste daarvoor kan aanmelden. Dus dankjewel Erne. En we horen zeker nog meer van je. Dan wil ik graag naar Jordi. Jordi is ook een promovendus. Bodembiologie. En hij doet onderzoek naar de uitstoot van lachgas. En hij gaat ons meer vertellen over de lachgasmetingen die binnen het NOBV worden uitgevoerd. Jordi, aan jou het woord. Yes, dankjewel. Ik zal eventjes mijn scherm delen. Is het zo te zien of? Ja, het is zo goed te zien. Yes, oké. Okay. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor de introductie. Mijn naam is Jordi. Ik ben inmiddels 3 jaar werkzaam als onderzoeker bij Wenner en tevens ook PhD. Ik werk samen met mijn collega Gerard Veldhof en we houden ons bezig met allerlei onderzoek naar lachgasemissies op zand, klei en veengronden. Om een voorbeeld te geven, in het kader van het klimaatakkoord en slim landgebruik, worden veel maatregelen onderzocht, zoals minder ploegen en het niet scheuren van grasland. En het wordt onderzocht om koolstof op te slaan, dan wel de uitstoot van CO2 te verminderen op minerale gronden, zand en klei. En de focus van dat onderzoek ligt heel erg op koolstof. Alleen die maatregelen kunnen ook invloed hebben op de emissies van lachgas. Nou, en wij doen in datzelfde onderzoek wat nou het effect is van die maatregelen op lachgasemissies voor dit soort maatregelen. Nou, naast onderzoek op minerale gronden doen wij ook soortgelijk onderzoek op veengrond. Waar dus ook maatregelen worden getroffen met vooral de focus op CO2. Maatregelen zoals waterbeheer. Denk dan aan bijvoorbeeld onderwaterdrainage en drukdrainage. Dat hier al veelvuldig is gekomen in de presentaties. Alleen de vraag is wat diezelfde maatregelen ook voor invloed hebben op de emissie van lachgas. En daar ga ik het de komende 15 minuten over hebben. En sinds april 2019 hebben wij een onderzoek staan op Zegveld, waar wij dus metingen doen aan lachgasemissies. Nou, ik wil je de komende 15 minuten dus meenemen naar ons lachgasonderzoek. Dat wordt gedaan in Zegveld. Allereerst geef ik eventjes een inleiding van wat lachgas eigenlijk is. Ik ga wat zeggen over hoe lachgas wordt gemeten, over de opzet van de proef, en ik laat een paar hele globale resultaten zien van het onderzoek. Allereerst, goed, wat is lachgas? De chemische naam van lachgas is distikstofmonoxide met de chemische formule N2O. En lachgas is een kleurloos, niet ontvlambaar gas dat van nature in kleine hoeveelheden voorkomt in de atmosfeer. En lachgas is vrij bekend bij mensen, want het komt regelmatig in het nieuws de laatste jaren. Want lachgas staat namelijk vooral bekend als een drug. Door lachgas te inhaleren ontstaat er een korte, maar een hele sterke roes. En het kan leiden tot euforie en lacherigheid en vandaar ook de naam lachgas. En daarnaast wordt het ook in de medische wereld gebruikt als narcosemiddel. En tot slot wordt het ook nog wel eens gebruikt in de auto en motorsport om het vermogen van de motor op te voeren. Veel minder bekend is dat lachgas, net als koolstofdioxide en methaan, een broeikasgas is. En lachgas is zelfs een hele sterke broeikasgas, namelijk 265 keer sterker dan CO2 over een tijdschaal van
100 jaar. Hoe wordt lachgas dan gevormd? Lachgas komt op natuurlijke wijze vrij wanneer nitraat, NO3, wordt gevormd of afgebroken. En hiervoor zijn twee microbiologische processen voor verantwoordelijk, met de naam nitrificatie en denitrificatie. En nitrificatie is het proces waarbij ammonium, NH4, ook wordt omgezet in nitraat, NO3. En hierbij, bij dit proces, kan lachgas vrijkomen. En in het denitrificatieproces is het proces waarbij nitraat wordt omgezet in stikstofgas, maar ook daar kan dus ook lachgas ontstaan. Dan zijn er een aantal factoren die de emissie van lachgas eigenlijk bepalen. En ik zal eigenlijk één factor eventjes wat nader toelichten. En dat is de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem. Dus de hoeveelheid ammonium en nitraat in de bodem. Nou, voor het proces nitrificatie en denitrificatie is ammonium of nitraat nodig. En dat kan op twee manieren in de bodem komen. Het eerste door afbraak, ofwel mineralisatie van de organische stof. Of door directe input van ammonium of nitraat via dierlijke mest of kunstmest. En de risico op lachgas neemt toe naarmate er meer minerale stikstof in de bodem aanwezig is. Nou, verder zijn er nog een aantal factoren die invloed heeft. Bijvoorbeeld de zuurstofgehalte, de organische stofgehalte en vochtgehalte en de pH en noem maar op. Wat het moeilijker maakt is dat deze factoren ook nog eens elkaar kunnen versterken. En het risico op lachgasemissie is het grootst als er meerdere factoren optimaal zijn voor de productie van lachgas. Lachgasmonitoring en rapportage. Landen moeten in het kader van het klimaatverdrag van Parijs van broeikasgasemissies rapporteren aan de United Nations Framework Convention on Climate Change, de UNFCCC. En deze rapportage vindt jaarlijks plaats in een zogeheten National Inventory Report, de NIR. En deze rapportage van de broeikasgasemissies die moet worden voldaan aan internationale standaarden. En in dit geval moet de rapportage voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de IPCC. De lachgasemissies uit de landbouw die Nederland jaarlijks rapporteert, wordt berekend met het National Emission Model Agriculture. En dat wordt ook wel het NEMA genoemd. En met dit model wordt naast lachgas ook de emissies van methaan, ammoniak en fijnstof berekend. De lachgasemissie wordt berekend uit een activiteit en een zogeheten emissiefactor. De activiteit is bijvoorbeeld de hoeveelheid mest dat is toegediend aan een stuk grond. En de emissiefactor is het aandeel van de hoeveelheid lachgas dat ontstaat uit de totale hoeveelheid stikstof dat is toegediend. En daarom wordt de emissiefactor ook wel uitgedrukt als een percentage. Tot zover de introductie voor lachgas. Nou, zoals ik al in aanleiding al aangaf, wij doen veel onderzoek naar koolstofmaatregelen op minerale gronden. Maar er is nu ook op veengrond vanaf 2019 in Zegveld. En daar staat in het klimaatakkoord dat een doel is opgesteld om op veengrond vanaf 2030 een reductie te realiseren van 1 megaton CO2 equivalenten. En het doel is dus uiteindelijk om de effectiviteit van die verschillende maatregelen op de uitstoot van broeikasgassen in veenweiden te bepalen. Een van die maatregelen is waterbeheer, bijvoorbeeld in de vorm van drainagesystemen of bijvoorbeeld ook natte teelt. En in beide gevallen geldt eigenlijk dat een droogval en vernatten een risico op lachgas ontstaat. Bij de proef hier die wij meten, daar focussen we op de maatregel waterbeheer. En daar ligt de focus vooral op CO2-reductie. Alleen zoals ik al eerder aangaf, diezelfde maatregel heeft ook effect op de stikstofkringloop en daarmee mogelijk ook op de lachgasemissie. En aangezien lachgas ook een broeikasgas is, ja, moet deze gewoon worden meegenomen in de hele broeikasgasbalans. En dat uiteindelijk helemaal wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten. Dus ja, waarom is het onderzoek dan naar lachgas dan relevant? Nou, dat is dus omdat een toename van de emissie van lachgas, dat verlaagt de effectiviteit van een maatregel. En het is daarom heel erg belangrijk om inzicht te verkrijgen in de effecten van deze maatregel op de lachgasemissie. En deze ook te kwantificeren. Want dat is uiteindelijk nodig om inzicht te krijgen om dat doel van die 1 megaton CO2 reductie van 2030 te realiseren. Nou, en van daaruit komen we ook tot de hoofdvraag. Wat is het effect van waterbeheer op de emissie van lachgas? Nou, zoals ik al zei, een van de aspecten van waterbeheer is het gebruik van drainagesystemen.
En in Zegveld, zoals al eerder werd aangegeven, onderzoeken wij het effect van drainagesystemen. En hierbij gaat het vooral om twee vormen. En dat zijn dus de normale onderwaterdrainage en de drukke drains. Nou, ik ga even heel kort iets vertellen over de opzet van het experiment. Ik vermoed dat een aantal van jullie wel eens geweest is op het veld in Zegveld. Wij gebruiken voor deze proef 4 percelen, zoals we zien op de kaart. Dat zijn de percelen 13, 14, 15 en 16. 13 en 14 hebben een vaste hoge slooppeil en 15 en 16 hebben een lage slooppeil. En op elke perceel zijn er drie systemen eigenlijk aangelegd. De eerste is drukdrainage. De tweede is de normale onderwaterdrainage. En de derde is een controle waar dus de drains niet zijn aangesloten. En op elk drainageobject bevinden zich veldjes van 2x2 meter, waarbij de één is bemest met kunstmest en de ander is onbemest. En al deze veldjes worden in 3 herhalingen gedaan. Hoe wordt lachgas dan gemeten? Ten eerste heb je een gasmonitor nodig. Wij gebruiken de gasmonitor van het merk Picaro. Maar er zijn bijvoorbeeld nog veel meer gasmonitoren van andere merken als de Innova en de Gasera en Liker. En ongetwijfeld zijn er nog veel meer. Je kunt het op meerdere methodes meten. Het werd al eerder aangegeven met een EC-toren, de Eddy Covariance. Maar wij gebruiken de fluxgraammethode. En dat is wat je linksonder eigenlijk ziet. Hiervoor gebruiken wij ringen die zijn gemaakt van PVC en die hebben een diameter van 20 centimeter en die zijn dan een paar centimeter de grond ingeslagen. Daarop komt een omgekeerde emmer eigenlijk, zoals je ziet op de foto ook links, de tweede foto. Daar komt dus een omgekeerde kamer op eigenlijk, een emmertje, waardoor een afgesloten ruimte ontstaat en dat heet dan de fluxkamer. En in de tijd dat een fluxkamer gesloten is, kan de concentratie van een gas toenemen. Aan een fluxkamer zitten twee buizen, buizen die zijn aangesloten aan de gasmonitor. Dat zie je in de foto in het midden. En de gasmonitor die zuigt lucht uit de fluxkamer, zo naar de gasmonitor en vanaf daar kan het de concentratie analyseren. Voor mensen die op perceel 16 wel eens zijn geweest, die hebben ook wel eens de grotere automatische fluxkamers gezien. Deze kamers die kunnen automatisch open en dicht. Het voordeel van is dat je bijvoorbeeld elke 15 minuten meten kunt doen en dat de hele dag door. En daardoor krijg je heel veel inzicht in de lachgasemissie over tijd. Die gebruiken wij niet. Wij gebruiken de methode links, dat zijn de zogenaamde statische kamers. En het voordeel daarvan is dat je veel meer inzicht krijgt in de ruimte. Nadeel is dus dat de inzicht dat je dan minder inzicht krijgt in de tijd. En in dit onderzoek meten wij gemiddeld 1 keer in de week. Nou, hoe werkt een meting dan precies? De gasconcentraties zijn zeer klein en die worden uitgedrukt in ppm. En het staat voor parts per million. En 1 ppm staat gelijk aan 0,0001%. De atmosferische concentratie van N2O is ongeveer 0,33 ppm. En ter vergelijking, de atmosferische concentratie van CO2 is 400 ppm. Dus er zit een aardige factor tussen. We meten de atmosferische concentratie voordat we de fluxkamer sluiten. Dat noemen we ook al de achtergrondconcentratie. En vervolgens gaan we die fluxkamer sluiten, zodat er een afgesloten ruimte ontstaat. En als de bodem op dat moment lachgas produceert, dan neemt de concentratie lachgas toe in de tijd in die fluxkamer. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in de grafiek rechts. Je ziet na bijvoorbeeld 10 minuten de concentratie is opgelopen van 0,33 naar 0,8 ppm. En de concentratie lachgas dat is toegenomen in die 10 minuten wordt de flux genoemd. Deze flux rekenen we volgens uit naar bijvoorbeeld zoveel kilogram lachgas per hectare per jaar. En soortgelijke eenheden vind je bijvoorbeeld ook met CO2, bijvoorbeeld in kilogram CO2 per hectare per jaar. Nou, dit is dan een resultaat van hoe de metingen er dan uit kunnen zien. In dit geval over de periode van april 2019 tot april 2021 van
perceel 16. Nou, op de x-as zie je de tijd in maanden. En op de y-as zie je de lachgasflux, uitgedrukt in kilogram lachgas per hectare per dag. De linker grafiek gaat om een veldje dat niet is bemest, die is onbemest gebleken dus. En de rechtergrafiek is wel bemest. En wat je nou echt, ja, de dingen zijn die echt opvallen van deze grafieken zijn twee dingen. En in beide grafieken zie je bepaalde piekmomenten in de lachgasemissie. En het tweede zie je dat het bemeste veldje meerdere pieken heeft en dat die pieken bovendien ook groter zijn. Dat betekent dus dat de lachgasemissie bij het bemeste veldje groter is dan de lachgasemissie bij het onbemeste veldje. En ook hierin zie je dus ook verschillen tussen die verschillende drainagesystemen. Tussen drukdrainage, onderwaterdrainage en de controle waar dus geen drains zijn aangesloten. Nou, zoals ik al eerder aangaf, met de lachgasemissie wordt uiteindelijk gerekend met emissiefactoren. En deze wordt als volgt berekend. De totale lachgasuitstoot van het bemeste veldje minus de totale lachgasuitstoot van het onbemeste veldje. En het wordt gedeeld door de hoeveelheid stikstof dat is toegediend keer 100%. Nou, hieronder zie je een tabel met allerlei berekende emissiefactoren voor de verschillende percelen voor de verschillende drains. En er geldt, hoe groter het emissiefactor, dus hoe groter het getal, hoe meer lachgasemissie je dus krijgt. En uit deze, en ik zeg even met nadruk voorlopige resultaten, blijkt dus dat de lachgasemissie bij drukdrainage het laagste is, over 2 jaar gezien. In andere woorden, de drukdrainage zorgt dus voor minder lachgas dan als je bijvoorbeeld geen drains aansluit. De voorlopige conclusie, ik herhaal voorlopig, is dat de NVO, de lachgasemissiefactor voor drukdrainage, is consistent het laagst. De vraag is hier nog wel van of dit statistisch gezien wel verschillend is. Dat moet nog gewoon nog nader worden geanalyseerd. En de tweede vraag is, van ja, als er dan verschillen zijn, wat veroorzaakt deze verschillen dan? Is dat bijvoorbeeld de grondwaterstand? Is dat de vochtgehalte? Is dat de bodemtemperatuur? En we gaan gewoon door met meten de komende tijd. En we zitten al inmiddels in het derde jaar. En verder moet er dus ook nog veel dieper worden geanalyseerd. En tot slot moet dit onderzoek samen met alle onderzoeken uiteindelijk tot een hele set aan maatregelen komen die dat doel van 1 megaton CO2-reductie in 2030 realiseert. En tot zover mijn presentatie. En dank voor het luisteren. Dankjewel Jordi. Helder verhaal. Heel mooi en korte vogelvlucht wat jullie de afgelopen 2 jaar in Zegveld doen op het gebied van lachgasmetingen. Ik heb een paar vragen voor je. Hans van de provincie Utrecht vraagt of de verwachting is dat de lachgasuitstoot fluctueert over de dag. Ik zou zeggen wel, want ik denk dat het wel een verschil is tussen als jij om 7 uur 's ochtends meet waar het nog koud is. En als jij meet om 3 uur 's middags waar de zon volop op schijnt. En dan wordt het warmer en de activiteit van bacteriën is dan hoger. Dus dan zou je kunnen verwachten dat lachgas dan een hogere emissie toont. Ja, dankjewel. En ik zie hier een vraag van Frank en van Martine allebei over bemesting. Hoe kan het dat juist in een periode van geen bemesting er meer lachgas vrijkomt, wordt hier gevraagd. Ja, nou, lachgas, zoals ik denk al eerder zei in mijn presentatie, dat lachgas kon ontstaan eigenlijk uit 2 processen. Eén komt dus eigenlijk door bemesting. Ja, dus als jij extra stikstof in de bodem toevoegt. En het andere waar deze vraag eigenlijk beantwoord is de mineralisatie van organisch stof. Dus de afbraak van organisch stof wat uiteindelijk tot lachgas kan leiden. Dus je kunt eigenlijk 2 momenten echt van lachgas uitstoten. Dus 1 bemesting en 2 is de afbraak van organische stof. Volgens mij hebben we daarmee ook een andere vraag ook meteen beantwoord. Waarvoor dank. En de vraag is ook waarmee bemest is. Kunstmest, organische mest? Er is bemest met kas, kunstmest. Dankjewel. Dan zijn we bijna aan het eind gekomen van deze deelexpeditie. En wil ik Jordi bedanken, maar ook alle andere besprekers. Rudy, Erne, Harry. Maar en misschien wel speciale dank vandaag aan Jan van der Akker. Want dit is... maar komende vrijdag mogen we afscheid van hem nemen. Jan heeft denk ik de afgelopen 40 jaar
is 40 jaar ongeveer, Jan, die orde, zich druk gemaakt over dit dossier. De eerste bodemdalingsmetingen zijn onder andere van zijn hand. Dus ik denk dat we daar best wel heel blij mee mogen zijn. Want zonder die hele lange datareeks stonden we nu niet waar we nu stonden. Dus ik wil je hierbij in elk geval even expliciet bedanken. Vrijdag staan we, mag ik daar ook nog op toasten. Maar ik ben ook heel blij dat je nog even rond blijft hangen als gastonderzoeker. Dus dat is in elk geval goed voor ons en voor de BV Nederland. Verder hebben we een aantal bijeenkomsten waarop ik jullie nog wel attenderen. Want ik realiseer me dat we de afgelopen 2 jaar vooral bezig zijn geweest met zenden. Dat is ook een beetje de vorm waarin dit helaas niet anders werkt. Hè. Met 80 mensen of 70 mensen, digitale discussie wordt toch best lastig. Maar we hopen de komende tijd met toch iets van versoepeling van maatregelen elkaar wat vaker te mogen treffen. 5 oktober organiseren we nog een webinar, dus dat is digitaal, over listdodden en de stand van zaken rondom het listdoddenonderzoek in het Veenweidegebied. Zoals ik al zei, nog digitaal. In de chat worden de links gezet waar je kan aanmelden. Op 5 november, dat noemde ik al even, organiseert het programma Living on Soft Soils een symposium. En dat is een hybride bijeenkomst, heb ik begrepen. En daar kun je, deze week volgt daar het programma van. Maar je kunt, als je de website even in de gaten houdt, nwa-los.nl, dan kun je je daar vanaf deze week voor aanmelden. En zoals ik al zei, dan zal je in elk geval Erne acte présence geven, maar ook een hele hoop andere PhD's die betrokken zijn bij dit onderzoek. Dan op 18 november wederom een hybride variant dit jaar van het Nationaal Congres Bodemdaling. Dit jaar zitten we in het Friese Veenweidegebied in de omgeving Oldeborn. En wat leuk is om te vertellen is dat wij vanuit het NOBV daar ook een deel van het middagprogramma mogen verzorgen met een excursie op een van de locaties die ook al even voorbij is gekomen, namelijk bij onze boer Martin Dijkstra in Oldeborn. En daar is hopelijk ook meer en daar is zeker meer ruimte voor interactie. Dus wij organiseren, er kan een bus vol mee, er kunnen 50 mensen mee. En daar zijn wij in ieder geval allemaal aanwezig, zijn ook een aantal onderzoekers om jullie ook van allerlei antwoorden vragen te voorzien, allerlei vragen die jullie hebben zoveel mogelijk te beantwoorden. Dus dat is 18 november. Daarvoor kan je je al aanmelden via slappebodem.nl. Maar ook via de NKB-website en via het NOBV kom je daar op. En tot slot 9 december, dat is dan wel weer een webinar. Dan zijn we ongeveer 2 jaar geleden gestart met het NOBV. Nou ja, 2 jaar onderzoek, dat betekent voor onderzoekers nog niet zo heel veel. Maar voor een aantal locaties betekent dat we daar nu voor 2 jaar meetdata hebben. Voor een aantal nieuwe locaties korter. Alleen we vinden het wel een heel mooi moment om te delen waar we nu staan. Dus dan gaan we de afgelopen tijd hebben wat thematisch informatie met jullie gedeeld. En dan proberen we ook de verschillende thema's met elkaar te verbinden. En ook in relatie, ook even wat afstand te nemen. En de satéprikker met jullie te delen. Van wat zijn de verschillende dingen waar we nu aan meten. Wat kunnen we al zeggen over maatregelen. Wat kunnen we al zeggen over mechanismes in de bodem die impact hebben op broeikasgasemissie. Dus daar zullen we 9 december wat meer over vertellen. En daarvoor wordt nog een programma gemaakt, maar hou ook onze website daarvoor in de gaten. www.nobveenweiden.nl. Dan heb ik denk ik alle agendapunten gehad. Je kunt altijd tussendoor vragen blijven stellen aan ons via onze mailadres, onze website info@nobveenweiden.nl. Nu ook in de chat. En we hebben de website vernieuwd, want misschien is het goed om te weten. Dit is echt in 1,5 uur proppen we jullie vol met informatie. Dat willen we ook graag, maar er is nog zoveel meer te vertellen. Voor alle locaties waar we meten is een fact sheet gemaakt waar je precies kunt nalezen welke maatregelen we daar specifiek meten en welke parameters we meten. Dus met welke meetmethodes. Bart Kruid zit in de chat ook al iets over EC-metingen. We gaan ook zeker nog een keer verder in op broeikasgasmetingen met de verschillende meetmethodes. Maar ook dat is terug te vinden op onze website. Dus als je meer
diepgang wil, en dat hoop ik van harte, dan kan dat op onze website. En als je het niet vindt, mail ons dan alsjeblieft, want dan gaan we proberen dat zo snel mogelijk je die behoefte te bevredigen. Wat ik net ook al even zei, aan het eind van dit jaar, in de december, zullen we de rapportages ook opleveren. Dus 9 december, als we ons verhaal, als we een webinar hebben, worden ook de jaarrapportages gedeeld. Dus dat is ook voor in wat dikkere en dunnere vorm kun je dan ook de dingen nalezen. En dan rest mij jullie, als ik geen vragen meer zie in de chat. Nee, dat zijn allemaal linkjes van mijn collega. De vragen die nog niet beantwoord zijn, worden per mail beantwoord. Worden in het document samengevoegd en dan in een mail met de link naar dit webinar met jullie gedeeld. Dus daar kun je toch rustig nakijken. Deel alsjeblieft de link. Hoe meer mensen dit weten, hoe beter. Ik denk dat het alleen maar goed is dat we zoveel mogelijk kennis verspreiden. Zodat ook alle mensen die in de zaal zitten, die niet alleen onderzoek doen, maar beleid maken, bestuurders moeten adviseren, de juiste informatie hebben. Dus van harte een uitnodiging om daar deze link zoveel mogelijk te delen. En dan rest mij jullie ontzettend te bedanken. Voor jullie tijd, voor jullie aandacht, voor jullie kritische blik, vragen. Het feit dat jullie grote getalen zijn opkomen dagen. En namens de STOA, namens Wageningen Environmental Research, het NKB en het NOBV, wil ik jullie ontzettend bedanken en hoop ik jullie heel snel weer te zien. Tot ziens.